Wij slapen gewoon vanavond in het stadion van PEC Zwolle. Hoe gaaf is dat? Wout heeft de spierziekte SMA type 2. Dat is een zorg voor hem en uiteraard voor ons die er altijd is. Het is echt niet zo dat we niets kunnen doen. Het kost vaak in ieder geval meer tijd. Even naar een voetbalwedstrijd gaan bijvoorbeeld kost ook organisatorisch meer moeite. Binnen dit gezin zijn Wout en zijn vader degene die de PEC-liefhebbers zijn. Ik kreeg een mailtje van PEC met de uitnodiging dat wij naar een wedstrijd mogen komen. Maar ook een hotelovernachting in het hotel van PEC. Dus ik dacht, yes! Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed hoor. Ja? Ja. Ik ben Dien. Ja. Ik heb zelf een zusje met een spierziekte, dus ik weet hoe dat is. Je hebt 24/7 zorg eigenlijk aan je kind. Daar vind ik het heel fijn en heel mooi om een kind een mooie dag te geven. En de ouders daarmee de zorg te ontnemen. Nee, nee, nee. Oh. Mag ook niet scoren tegen zijn eigen clubje, hè? Nee. Dat mag niet. Wat heel mooi is, is dat ze in het hotel hier zitten bij het stadion met het uitzicht op het veld. Ik ben vooral heel blij dat PEC zich met maatschappelijke projecten bezighoudt. 2-1. Ik denk 1-0 voor PEC. Dat is ook goed. Ook 3 punten. Dat wij deze uitnodiging kregen, dat voelt wel heel bijzonder. Ja. Bram van Polen. Het is raak! Dit soort onverwachte geluksmomentjes, die neem je voor de rest van je leven met je mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.